Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn met zo'n grote groep. Vinden we heel leuk en wij vertellen heel graag over wat GEM allemaal inmiddels al kan en wat de perspectieven zijn. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Zoals Otto net zei, Joost en ik doen vandaag samen de presentatie. Daarnaast hebben we Jeroen. Jeroen is nu ook in beeld. Die houdt voor ons de chat in de gaten, dus die kijkt wat jullie vragen of opmerkingen zijn in de chat en waar nodig en waar het kan, zal die inbrengen in de presentatie. De groep is dermate groot dat we niet alle vragen plenair kunnen beantwoorden, maar wat er belangrijk is en voor de hele groep zullen we zeker doen. En Joost, volgens mij kunnen we de presentatie straks delen. Kunnen we delen. Helemaal goed. Komt Ja, helemaal. hij is wel groot, want er zitten wat filmpjes in, dus dat Ja. zal lastiger Wordt zijn. een uitdaging, maar daar verzinnen we wel iets moois op. Dus komt wel. Precies. Hartelijk. Oké. Goed. Eerst zijn we benieuwd wat jullie vinden. Je ziet hier Nederland. Nou, we hoorden net al, ik ben even haar naam kwijt, van de Belangenvereniging voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Iedereen in Nederland hoort erbij en wij zijn benieuwd wat jullie reactie is op de volgende stelling. Een virtuele assistent levert meerwaarde voor de inwoner. Omdat? En zet je antwoord eens in de chat. Wat vind je daarvan? Wat zou je antwoord hierop zijn? Alice was het, ja. Ik zie Iris Meulen, die zegt een snellere dienstverlening. Nadine, 24 per dag, uur een antwoord. Nu gaat het heel snel allemaal, dus kunnen we het allemaal bijhouden. 24 keer 7. Snellere dienstverlening zie ik. Objectieve antwoorden, dat is een mooie. Geeft meer beeld en ondersteuning. Iedereen kiest het kanaal wat bij hem past. Dat zie ik ook komen. Standaardvragen afvangen, zodat er tijd overblijft voor de echt belangrijke vragen van de inwoners. Grote bereik, laagdrempelig. Een mooi nieuw kanaal, zodat er iets te kiezen valt. Dat is inderdaad zo'n mooie. Ja, perfect. Kijk. Nou, ik word wel getriggerd door de reactie in de chat van eenvoudige vragen afvangen, waardoor er meer tijd komt voor vragen die echt persoonlijke aandacht nodig hebben. Of En misschien inwoners die een ander soort aandacht nodig hebben dan dat die virtuele assistent kan geven. een hele mooie van Angelique Miljardi. De drempel om te chatten is lager dan die van het stadhuis soms. Ik kan hem op. Ja, super. Ik hoor dat er nog wat dingen komen binnendruppelen. Klopt. Alle Ja. reacties zijn welkom. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Wij gaan naar het volgende onderdeel. En daarvoor geef ik het woord aan Joost. Omnichannel bouwstenen. Dit zijn de omnichannel bouwstenen, zoals die werkgroep Omnichannel onder hoede van VNG Realisatie en Zakia Bouzetta hebben ingericht. Eigenlijk pikken we er twee dingen dadelijk uit, en dat is wel een technisch dingetje, koppeling en integratie. Maar aan de hand daarvan kan je ook zien hoe je de organisatie van interactie kan organiseren. Dus die gaan we dadelijk eruit pikken om met twee voorbeelden die we noemen. Over inderdaad hoe omnichannel is de virtuele assistent GEM of hoe gaat die worden? Oké. De volgende sheet. En wie is GEM en wat kan het? Een korte intro nog, want we hebben een heel mooi filmpje gemaakt. Een filmpje is misschien al bekend bij een aantal van jullie, maar we vinden het toch heel leuk om te laten zien. En hij gaat ook heel snel. En je moet ook aan de hand van het filmpje twee dingen opschrijven. Na het filmpje twee dingen opschrijven die je opvallen. En eigenlijk nog wel een korte introductie van mijn kant, want hoe is GEM tot stand gekomen? Nou, we hebben een tijdje geleden hebben we een innovatiegroep opgericht. En die innovatiegroep is uit een aantal partijen ontstaan. En ook aan de hand van het filmpje Front Office van de Toekomst. Met name in samenwerking met de Vereniging Directeuren Publieke Zaken en nog een aantal andere partners. Maar ook daarbij kwamen het ANO-fonds. Die was gestart met innovatiegroepen, want die wilden meehelpen.